Goedendag allemaal. Het is vandaag 19 maart 2016. Een beetje kil, een beetje grauw weer, een beetje koud allemaal nog. Het wil nog niet lukken, maar van de week hadden we een prachtige zonnige dag. Ik geloof dat het woensdag was. Volop zon, het was ja, heerlijk om buiten te zijn. En gedocht bij wijgen, nou, kan niet meer op. En toen in eerste moesten we toch denken aan een liedje van Johnny Hoes. Zie de boerinnetjes met de rokjes zwaaien. Heen en weer en net boven de knie enzovoort enzovoort. En dat liedje, dat is al heel oud, maar dat werd destijds veel gespeeld. En waarom dochten we daar nou aan? Omdat we gelijk op de radio hoorden dat er in Amsterdam, West geloof ik dat het was, werden kledingvoorschriften verkondigd aan het baliepersoneel dat daar werkzaam is. En vooral aan de vrouwen, hè, want van de mannen hoorden we niks, maar het ging voornamelijk vooral over de vrouwen. Vrouwen werden verzocht, vriendelijk verzocht, om niet op het werk te komen met korte rokken, te korte rokken, met laarzen aan. En dat werd niet vermeld, maar waarschijnlijk zullen ze er ook gelijk hebben bij bedoeld, niet al te diep uitgesneden blouses. Want, ja, het moest toch allemaal netjes blijven aan die balie en mensen moesten niet in verlegenheid worden gebracht doordat hun aandacht werd afgeleid van het feit waar ze voor eigenlijk kwamen. En dan hadden ze het denk ik ook weer voornamelijk over mannen. En we zullen het niet noemen, maar dan zullen ze ook wel weer bepaalde bevolkingsgroepen hebben bedoeld. In ieder geval, die vrouwen werden opgeroepen om zich netjes te kleden. En daar zich ook aan te houden. En als dat niet zou gebeuren, dan zouden ze een reprimande krijgen. Ja, wat is korte rok? Hè? Hoe kort is die dan? Boven de knie. Dat mocht nog net niet. En laarzen, waarom geen laarzen? Dat begrijpen we ook niet. Maar in ieder geval, we dochten daaraan toe, we hadden al heerlijk van die zon genoten en dachten, ja, nou is het toch eindelijk zover dat de vrouwen naar buiten komen en dat het eindelijk de zogenaamde rokjesdag wordt. Hè? De rokjesdag, ja. En dan ineens krijg je zo'n bericht dat ze dit niet mogen. En dan moeten we eerlijk zeggen dat we best kunnen begrijpen dat die voorschriften er zijn. Hè? Want ja, als je in een bepaalde openbare functie werkt en werkzaam bent, dan moet je je ook eigenlijk een beetje uniform kleden. En daar is niks mis mee, want we zien dat natuurlijk op een heleboel plaatsen. Bij de politie, bij het leger, bij banken, in ziekenhuizen, et cetera, et cetera. Dus waarom zou een baliemedewerkster in Amsterdam-West zich zodanig kleden dat de aandacht wordt afgeleid van het feit waarvoor de mensen naar de balie komen? He, zo is dat toch. Maar van de andere kant, ja, Martin Bril, hè, de bekende schrijver, helaas overleden, columnist, die had ooit het lumineuze idee om de zogenaamde rokjesdag te creëren. De dag dat vrouwen op een zeker moment, als het weer omsloeg, plotseling zich anders gingen kleden en een korte rokjes flanerend door de straten liepen. We kunnen dat goed begrijpen. Dat is ook inderdaad een feest om te zien. Als je dan na de winter, na die lange winter, en iedereen is, die loopt dan, laten we zeggen, in zijn hobbenzak, in zijn dikke gewatteerde jassen en bontmutsen en oorwarmers. En dan plotseling komt dat voorjaar en plotseling zijn dan de vrouwen helemaal anders gekleed. En dan, ja, dat trekt natuurlijk toch het oog. Dat is mooi om te zien. Daar zal niemand een probleem mee hebben. Maar de tijd van de minirokjes, ja, dat is natuurlijk wat anders. Ook mannen moeten natuurlijk oplessen. Want ja, wat is er nou gruwelijker om te zien dan dat mannen in een te korte broek of in een korte broek met van die melkflessen binnen en nog sokken erover en sandalen en ook nog zo'n rare t-shirt of een gekleurde blouse zich plotseling in het openbaar manifesteren. Dat wil je gewoon niet zien. Dus wat dat betreft hebben ze best een punt, die mensen daar in Amsterdam-West. En we zullen ze echt daarover niet veroordelen. Maar ja, er zijn natuurlijk toch uitwassen. We herinneren ons de tijd, dat was in Oeganda. En toen waren de minirokjes ook in Afrika ontzettend in. Hè? Korter dan kort en korter dan kort. Het was toch soms gênant om te zien als je ergens zat te wachten. En tegenover hoe zaten van die dames met in bepaalde houdingen, waardoor natuurlijk de blik toch gericht werd, dat je toch eigenlijk op een soort kruispunt werd aangetrokken, zou je bijna kunnen zeggen. Maar toen Idi Amin, die zei, ja, kijk eens, dat is afgelopen. Iedereen die nou vanaf morgen nog in een korte, in de minirok op straat komt, die wordt gearresteerd. Die arresteren we onmiddellijk en die donderen we in de gevangenis.
Dat was even schrikken. En ja, al het vrouwelijk schoon van Oeganda, die dacht, wat krijgen we nou? Maar die vonden er wat op. Die gingen voor ze van huis gingen, ze trokken eerst een minirok aan. En daarna deden ze er een lange lap overheen. En zo gingen ze de straat op en zo gingen ze aan het werk. En zodra ze op het werk kwamen, werd die lap afgegooid. En flaneerden ze weer in de kortere en de kortste en de kortere minirok. Ja, zo ging dat daar. Maar wij boeren, ja, daar hebben we het nou eens over. Hè, want ja, daar gaat het toch altijd over. Wij boeren zijn vrije mensen en wij mogen aandoen wat we willen. En wij hebben dat probleem natuurlijk niet. Want als onze boerenvrouwen een minirok aan willen doen, of een korte rok, ja, dan moeten ze dan zelf weten. En dan denken we natuurlijk gelijk aan dat. En dat liedje weer, zie de boerinnetjes met de rokjes zwaaien. Hoe zien wij boeren eruit over het algemeen? Ook een uniform zou je kunnen zeggen, want we hebben meestal een overal aan, groen of oranje, met een logo van een of ander trekkermerk of een maisras, want dat hebben we dan ooit eens gekregen als cadeautje. En dat dragen we natuurlijk gern. Dat is meer de moderne kledij nou. Hè. Daar worden geen voorschriften aangesteld. Je mag aan doen wat je wilt. En vroeger, dat was nog zo mooi. Hè. Toen droegen zoveel van die mannen zo'n klotje. Je kent dat wel, zo'n alpino petje. En dat ding dan scheef over die kop. Zo'n beetje zo. En dan werden ze helemaal bruin. Behalve onder dat klotje. En als ze dan zondags naar de kerk gingen, want dan moest dat klotje natuurlijk af. Dan zag je allemaal van die halve maanboertjes zitten. En ja, in het zondagse pak, want ja, dat deden dan alleen op zondag aan en op zondagse schoenen naar de kerk. En zodra je uit de kerk kwam, ging het weer uit en dan ging het weer de kast in. En ze konden natuurlijk jaren doen met die kledij, hè. Dat versleet van zijn leven niet. En dan heb je onze veeboeren, ja, de tijd is voorbij, maar die kon je niet, wat ze ook aan hadden soms, dan hoefde nog niet eens te kijken waar ze waren. Hun kleding die verriet al waar ze waren. Want dan stonken ze bijvoorbeeld naar peeloof, bietenloof, suikerbietenloof. Dat is het ergste wat je kan overkomen als je dat op je kleren krijgt. Dat stinkt een uur in de wind, zou ze zeggen. Een uur in de wind. Maar goed, dat is allemaal ook weer voorbij. Iedereen is modern gewoon. Ook boeren herken je eigenlijk niet meer aan hun kleding als ze gewoon op straat lopen. Dat is... En ja, boerenvrouwen, of die nou een minirok dragen of een lange rok of wat er ook, dat doet er niet toe. Kijk, er was een tijd, dat weten we nog, wij droegen een korte broek toen het prachtig weer was. We denken, weet je wat, we gaan gewoon aan het werken met een korte broek in het land. Toen kwamen we wat mensen tegen en die zeiden, zeg, heb jij vandaag vrij van school of zo? Ik zeg, hoezo? Nou, de manier waarop jij nou hier rondloopt in een korte broek. Ja, kijk, die tijd is wel voorbij, want boeren die lopen in korte broeken, t-shirten en noem maar op. En hebben zelfs hier en daar ook nog forse tatoeages op de armen zitten. De tijd dat we natuurlijk de klederdrachten hadden, die is ook voorbij. Dat waren, in feite waren dat natuurlijk ook uniformen. He, want je droeg allemaal zo'n, afhankelijk van de streek waar je woonde in Nederland, je klederdracht. En die waren nooit kort, hè. Die waren echt helemaal bekant tot aan de grond. Want dat moest zedelijk zijn en je moest dus wat kunnen zien. Hè. En dat was algemeen geaccepteerd. En dat was natuurlijk ook wel handig in zekere zin. Want die vrouwen van tegenwoordig, dat zie je nogal eens, die maken zich zorgen om de kwaliteit van haar benen. Of de benen wel mooi zijn, niet te dik, niet te dun. Niet van alles en nog wat. En de rest van het lijf, dat ook allemaal een klein beetje in shape is. En als je natuurlijk een klederdracht aan hebt. Ja, kijk maar naar die mensen die nog in klederdracht lopen. Dan zie je eigenlijk maar weinig van de vormen van het lijf. En dat is wel handig soms. Hè? Dan heb je daar ook geen zorgen om te maken. Maar ook dat verdwijnt. Wat eigenlijk niet is verdwenen en natuurlijk ook nooit zal verdwijnen. Dat is het gelaat. Het gezicht van de mensen. Want wat is er nou een groter wonder? Want je kunt aantrekken wat je wilt. Aantrekken wat je wilt. Maar zolang jouw gezicht zichtbaar is, dan zijn van die 17 miljoen Nederlanders die we nou binnenkort in Nederland gaan krijgen, zijn er, kun je wel zeggen, bijna 17 miljoen anders van elkaar. Herkenbaar omdat ze allemaal anders zijn. Nou, dat kan de natuur. Dan kun je de natuur, die kun je daar niet in dwingen. Dat doet hij automatisch. Je kunt een masker opzetten als je dat wil. Dat is wat anders. Maar als je al die mensen ziet, korte rok, lange rok, spijkerbroek of overhemd, dat maakt niet uit. Maar die gezichten die zijn allemaal apart te zien. En dat is toch het prachtigste wonder wat we ooit in de natuur mee kunnen maken. Ja, en dan gaan we, hè. We hopen. Het is 19 maart vandaag nog eigenlijk veel te koud. En ik zou eigenlijk toch liever in mijn overhemdknieën staan. Maar het is lekker droog in het land. Dus wat dat betreft zijn ze volop bezig.
En nou hopen we maar dat het een klein beetje zonnig wordt. Volop zon. En laat die maar komen. En laat dan ja, de vrouwen die dat willen maar flaneren in hun korte rokjes op straat. We zien dat geiren, daar komen we eerlijk vooruit. Want daar is niks op tegen. En welke mens zou dat niet geiren zien? Want ja, dat is toch de zomer die dan hoe aan wil kijken. En als je er eigen aan stoort, ja, als er mensen zijn die er eigen aan storen, ja, dan moeten ze gewoon, zouden we zeggen, de andere kant uitkijken. Want ja, dan zien ze het niet. Want wat wil je nou liever? Ja, wij zijn natuurlijk wel ouderwets aan het worden. Onlangs zagen we nog een iemand en die had net een nieuwe spijkerbroek gekocht. Dat wisten we niet, maar we zeiden, god, er zitten een paar gaten in uw knieën. Ja, dus dat was zo. Dat is modern. Wij kopen een broek met gaten. Ik zeg, een broek met gaten kopen? Daar zijn er toch niet goed bij overstaan, zeker? Ja, dat is de mode. Nou, kijk, die kant kunnen we natuurlijk opkomen. Dan gezegd bij wijgen, ja jongens, wat krijgen we nou toch? Hè? Een broek met gaten kopen, geef ons dan maar een minirokje. Dat is veel mooier. En dan mogen ze er nog laarzen bij aandoen en van alles en nog wat. Dus vrijheid, blijheid, maar er zijn regels. Mannen en vrouwen, het is vandaag zaterdag en lekker fris, maar we gaan nog steeds betere tijden tegemoet. Volgende week Pasen, volgende week ook alweer de omzetting van de wintertijd naar de zomertijd. Ja, en laat dan de zon maar schijnen. En dan denken we toch nog maar even aan dat liedje van Johnny Hoes. Zie de boerinnetjes met de rokjes zwaaien. Nou, wat wil er nog mooier in de landbouw dan al de boerinnetjes die op een zekere dag met de rokjes gaan zwaaien. Net boven de knie en kant enzovoort enzovoort. Luister er maar eens naar. Het is een oud liedje, maar je kunt er toch nog wel om glimlachen. Mannen en vrouwen, oudoe. Ja, en we zouden zeggen tot volgende week.